moet zeggen, ik voel mij hier echt op mijn gemak. Er zijn verschillende gezichten die ik ken. En ik heb daar juist enorm genoten van de worship. De liedjes juist die wij bij ons ook zo graag zingen. Nu, ik kom hier niet om te vertellen dat ik zo graag zing en dat jullie zo goed zingen. Ik heb een boodschap bij. En ik heb een boodschap bij uit het Oude Testament. De titel is Tussen hemel en aarde. Nu, daar leven wij nu tussen. Tussen hemel en aarde. Met onze voeten op de aarde, maar met ons hoofd al in de hemel. En ik ga beginnen met een voorbeeld. Toen wij klein waren thuis, wij waren met 3 kinderen. Mijn broer zit hier ook in de zaal. Maar ik had ook nog een zus die jonger was en ik was de oudste. Nu, in ons gezin hebben wij heel veel liefde en aanvaarding gekend. En we hadden een heel fijn gezin en ook een heel fijne kindertijd. Wij verschillen ook alle 3 enorm van uiterlijk en van karakter en van energiebeleving en van levensstijl, niet dat we zo wat opgegroeid zijn. Maar toch, toen we klein waren, hadden we de gewoonte van te vergelijken. Ik vergeleek mij met mijn zus en mijn zus vergeleek mij met mij. Met mijn broer was dat een beetje moeilijker. Hè? Dat lag wat moeilijker. Maar toch, wij vergelijkten zo, wat krijgt zij, wat krijgt hij en hoe wordt er op mij gereageerd? En er was zo'n beetje een strijd. En als we dan nieuwe kleren kregen met Pasen of met Kerstmis, je weet wel, vroeger was dat zo, dan vond ik het altijd mooier wat mijn zus kreeg. Dan vond ik haar kleedje net iets mooier dan dat van mij. Of met Sinterklaas, we kregen speelgoed en dan vond ik haar poppetje precies iets mooier dan dat van mij. En dan wouden we ruilen en dan ruilden we. En uiteindelijk vond ik dan, als we dan geruild hadden, dat van haar toch weer mooier. Er was zo'n strijd zo, een beetje een jaloezie en een naijver. En ik denk dat dat gezond is, dat we kijken naar de anderen en dat we zoiets voelen, zo, we vergelijken, maar ook iets ongezond. En nu, het mooiste van al, ik heb dat geprobeerd, maar het is me niet gelukt, want mijn eigen kinderen die deden dat ook. En ik dacht, ik ga die opvoeden, die moeten niet jaloers zijn, die krijgen alle 2 alles wat ze nodig hebben. Ik heb een zoon, die is nu 33 en een dochter bijna 27. Dus die scheelde 6,5 jaar. En dat is ook een jonge meisje. En toch was daar een strijd en een jaloezie en een beetje vergelijken. Zo van, hè, ik kom tekort en hij heeft te veel. En nu het schoonste van al, nu hebben we kleinkinderen en ik zie dat ook in hun. Zij doen dat ook onder elkaar. Onze Jonathan heeft 3 kindjes en heeft een tweeling van 2,5 jaar. En dat is zo mooi om te zien. Die zijn helemaal verschillend qua uiterlijk, qua karakter. En die zijn constant in strijd. Dat is mooi om te zien, hoor. Zo'n klein ventjes die aan het strijden zijn. Hè. Want onlangs waren ze thuis en we hadden een nieuwe blokkendoos gekocht. En we dachten, ja, die gaan spelen met de blokken, hè? Nee, weet je wat die deden? Die maakten ruzie voor het deksel van de blokkendoos. Want de ene had het deksel en de andere had de doos en ze waren aan het strijden. En ik dacht, ja, kijk, dat is gewoon zoiets in de mens. Om te strijden, om naijverig te zijn, om jaloers te zijn op elkaar. En het zorgt voor teleurstelling in mensenlevens. Het zorgt voor aanstoot in mensenlevens. Het zorgt voor jaloezie. En we zien dat ook in de Bijbel. We zien het al bij de eerste broers, Kain en Abel. En die strijd tussen die 2 heeft geleid tot de eerste moord. En we zien het ook bij Ismaël en Isaac, 2 broers. Maar wat een strijd, wat een jaloezie. We zien het bij Aaron en Mirjam en Mozes. Broers, 2 broers en een zus. Martha en Maria in het Nieuwe Testament. Jacob en Esau, de tweeling. Wat een strijd, wat een jaloezie. Maar de Bijbel is eerlijk. Gods woord is eerlijk. Gods woord staat vol verhalen. En door verhalen heen wil God u en mij iets vertellen. Hij wil u en mij iets laten zien. Als in een spiegel mogen we kijken. En het toepassen in ons leven en luisteren naar zijn stem. En dat is ook zijn bedoeling. Nu, als broers en zussen, wij hier onder elkaar, net zoals in de Bijbel, maken we die teleurstelling mee. Want soms worden we echt teleurgesteld. En soms nemen we echt aanstoot en komen we ten val. En soms is er echt afwijzing. En wat doen we dan?
zoeken we een vluchtweg. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar zo werkt dat wel bij mij. Als ik teleurgesteld ben, dan zoek ik een vluchtweg om die pijn minder te voelen. En zo gaan we zelfs zien hoe dat ook letterlijk gebeurt in het leven van Jacob. En in onze wereld is dat misschien een kleine oorlog, maar als we kijken naar de wereld hier buiten, naar de aarde, die jaloezie en die nijd en die teleurstelling, dat zijn geen kleine oorlogen meer, dat zijn enorme oorlogen waar enorm veel mensenlevens mee gemoeid gaan. Maar onze Hemelse Vader wil tot u en mij spreken. En ik wil hem daarvoor alle eer geven. Heere in de hemel, Hemelse Vader, we willen u de eer geven. U hebt uw woord aan ons geschonken, opdat wij naar uw stem zouden kunnen luisteren. En u, Heere Jezus, u bent gekomen vanuit de hemel naar deze aarde. Om ons in een taal die wij kunnen verstaan, het vaderhart te horen kloppen. En ik wil u daarvoor danken, Heer Jezus. U hebt de prijs betaald die nodig was, zodat onze oren zouden opengaan, ons hart zou kunnen opengaan voor uw stem. En Heilige Geest, ik wil u danken dat u hier bent om te blijven, om in ons te wonen en het verschil te maken in ons leven, zodat wij het verschil kunnen maken in de wereld hierbuiten. En ik wil graag met jullie naar Genesis hoofdstuk 25 gaan, voor wie zijn Bijbel bij heeft. En het verhaal zo een beetje schetsen. Isaac, de zoon van Abraham, is getrouwd met Rebecca. Maar ze zijn kinderloos. En het duurt een tijdje. En ze bidden voor een kind. En Rebecca wordt zwanger van een tweeling. En we lezen in hoofdstuk... Wacht, is het 25? Ja, hoofdstuk 25. Dat het tijd is dat ze gaat bevallen. En ze voelt al tijdens haar zwangerschap, ola, hier is iets aan de gaande, zeggen ze in Limburg. Hier is iets aan de gang in mijn buik. Hè? Dat is niet één baby, dat is hier precies een oorlog. En inderdaad, God spreekt tot haar en zegt, je bent zwanger van twee volkeren in uw buik. En we lezen in vers 24 van hoofdstuk 25, toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht ze inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. En ze noemden het Esau. En toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet. En hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen ze geboren werden. En toen de jongens opgegroeid waren, werd Esau een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was. Terwijl Jacob een rustig man was, die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Esau gesteld, want hij at graag wildbraad. Maar Rebecca hield meer van Jacob. En eens was Jacob aan het koken, toen Esau uitgeput thuis kwam van het veld. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, want ik ben doodmoe, zei Esau tegen Jacob. En daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt, antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Esau. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. En dat deed Esau. En zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. En daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. En Esau at. Hij dronk en hij ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Dat is zo'n beetje het verhaal. De schetsing van een tweeling. Twee broers. Esau wordt als eerste geboren. En hij ziet er nogal behaard uit. En daarom noemen ze hem Esau, want dat betekent behaard. En hij is een man van het veld, lezen we. Hij is daar goed in, hij is bedreven, hij is ervaren in de jacht. Maar er staat ook in de grondtekst, hij is opgejaagd. Dus hij is niet alleen bedreven in de jacht, hij is opgejaagd. Er is iets in hem dat hem voortstuurt. Hij vindt geen rust. Hij is opgejaagd. Hij zorgt wel voor eten en voedsel. Hij zorgt voor de voorraad. En daardoor is hij een beetje veel de lieveling van zijn vader geworden. Want Isaac eet graag wat Esau klaarmaakt. En dan heb je Jacob die geboren wordt, de tweede van de tweeling. En Jacob heeft het hielijke vast
van zijn broerke dat er al uit is. En daarom noemen ze hem Esau. Want Esau betekent hielenlichter. Esau betekent bedrieger. Hij die misleidt. Hij die ontloopt. Maar in de grondtekst staat dat Esau is oprecht een rustig man. Twee verschillende karakters. Totaal verschillend van uiterlijk. En twee verschillende karakters. Komt het u bekend voor? Mij wel. En Jacob blijft liever in de tent bij zijn moeder. En Jacob wordt de lieveling van zijn moeder. Dus in dit gezin... Oh, dat was goed gered, hè? In dit gezin, wat een teleurstelling proeven we hier. Wat moeten die jongens niet gevoeld hebben? Want dat voelt je wanneer iemand u liever heeft dan een ander. Wat moeten die niet gevoeld hebben van teleurstelling? Esau moet gevoeld hebben, mijn ma kiest voor Jacob. En Jacob moet gevoeld hebben, mijn pa kiest voor Esau. Wat een teleurstelling en wat een strijd heeft dat niet teweeggebracht tussen die twee jongetjes, ook in hun latere leven. En wat een aanstoot. Want Jacob die weet heel goed dat het eerstgeboorterecht van groot belang is. Jacob, de tweede. Jacob weet, als je als eerstgeborene wordt, dan krijg je wanneer papa sterft het dubbel deel van de erfenis. En hij ziet Esau daarmee omgaan alsof het niks is. En hij neemt daar aanstoot aan. Hij zegt, maar fijn, beseft hij nu niet wat dat is? En hij neemt aanstoot aan zijn broer. En afwijzing. Wat een afwijzing hebben die niet geproefd. Moeder Rebecca geeft raad aan de zoon. Isaac geeft raad aan de andere zoon. Wat een afwijzing. En wat heeft het tot gevolg? Uiteindelijk gaat Jacob komt hij in actie. En hij ontfutselt aan Esau het eerstgeboorterecht. Want die vond dat toch niks waard. En hij bekomt het eerstgeboorterecht. En we lezen later in hoofdstuk 27 dat Jacob nog sluwer geworden is. Hè? Want ze hebben hem ook zo genoemd, hè. Jacob was een rustig man, staat er. Een oprecht rustig man. Maar hoe hebben zijn ouders hem genoemd? Hoe hebben ze tegen hem elke keer als ze zeiden Jacob, 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 elke keer zeiden ze bedrieger, bedrieger, bedrieger. En wat is hij uiteindelijk geworden? Hij is een bedrieger geworden. En toch was hij door God gezien als een oprecht man. Maar door zijn naam, door te horen wat van hem gezien werd en verwacht werd, is hij een bedrieger geworden. Dus voor ons mensen is het van heel groot belang van hoe wij spreken, hoe wij onze kinderen noemen, wat wij tegen onze kinderen zeggen. Gisteren was ik met Patrick ergens een koffietje aan het drinken op een terras. Ja, dat staat nu niet in een boek, hè. En ik hoorde een grootvader... Hier is iets aan het vallen. Ik ben te hevig, denk ik. Ik hoorde een grootvader tegen zijn kleinkind iets zeggen en dat was echt een steek in mijn hart. De mama van dat kindje was aan het leren spellen, je kent dat, hè? Zo lettertjes. En dat kindje moest dan zeggen wat de mama spelde. Ke, o, e. En dat kindje kreeg dat... Dat zat nog niet in het eerste leren, dat was nog een klein kindje. En ze kon het niet. Ze zei van alle woordjes, maar ze zei het niet. Het woordje koe. Hè? K-O-E. En die grootvader die zat daarbij aan het terras. En die zei heel luid dat alle mensen het konden horen op het terras. Als je dat niet kunt, hè, dan zeg jij een kalf. Oh, en dat deed me zo pijn om dat te horen. Die noemde zijn kleindochter een kalf. Hoe moet dat kind zich niet gevoeld hebben? En een beetje later staat dat kind op en dat begint te spelen en dat loopt tegen een bloembak aan en dat weent en dat doet zich pijn. En hij zit daar zo keihard te lachen. Ik dacht, man, mens, je weet niet wat je dat kind aandoet. Je weet niet. Dus wij mensen moeten opletten hoe we onze kinderen dingen zeggen en wat we tegen hun zeggen, wat we tegen mensen zeggen, want dat gaat hun vormen, dat gaat hun in een richting duwen. Want wat heeft Jacob uiteindelijk gedaan? Hij is gevlucht. Mama
Rebecca geeft hem de raad om te vluchten, want hij heeft Esau bedrogen en hij heeft zijn vader bedrogen, want zo hebben ze hem genoemd. En Jacob vlucht. Jacob vlucht, want hij is teleurgesteld, hij heeft aanstoot genomen en hij is afgewezen. En niet alleen dat, hij heeft het zelf ook gedaan. Hij heeft hun teleurgesteld. En hij heeft hun een aanstoot geweest. En hij heeft hun afgewezen. En zo gebeurt dat ook in ons leven. Wij ondergaan dat, hè? Teleurstelling, aanstoot en afwijzing. Maar wij doen dat ook zelf. En wat dan? Dan kun je geen kant meer uit. Hè? Dan is er nog één weg, de vluchtweg. En Jacob gaat op vlucht. Jacob vertrekt en we lezen... Sorry, mensen van de techniek, ik ben hier aan het prullen. Hè. Hoofdstuk 28 lezen we. Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. En hij pakte een van de stenen die daar lagen en hij legde die onder zijn hoofd. En hij ging op die plaats liggen slapen. En toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. En ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. En je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. En toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heere aanwezig. Dit besefte ik niet. En eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. En de volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en hij wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Maar voordien heette die stad Luz en hij legde een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, en als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Jacob, op de vlucht, weg van zijn familie, weg van de vertrouwde omgeving. Hij had niks meer, niks meer. En hij komt aan op een plek die hij niet kent. En het enige wat hij nog kan doen, van uitputting en van vermoeidheid, is een steen pakken. Een steen pakken. En daar zijn hoofd op neerleggen. Hij legt eigenlijk zijn hoofd op de keiharde realiteit. Ze hebben mij een bedrieger genoemd en ik ben een bedrieger geworden. En ik kan niet anders dan vluchten. En hoe moet hij zich gevoeld hebben? Hoe moet hij zich gevoeld hebben? Gans alleen. Weg uit de vertrouwde omgeving van zijn moeder. Uit de tent van zijn moeder. Weg uit zijn familie. Gans alleen legt hem zijn hoofd neer op een steen. En dan valt hem in slaap. Nu, ik heb thuis een bokspring en ik heb zo'n ergonomisch kussen. En dan valde gemakkelijk in slaap. Hoe lang zou het geduurd hebben voor Jacob in slaap viel? Met zijn hoofd op die keiharde steen. En soms, hè, maken wij dat ook mee. Ik weet niet hoe het met u is. Soms kun je niet in slaap vallen, hè. Want die keiharde realiteit, die blijft maar door je gedachten gaan. Ze hebben me afgewezen. Ik ben teleurgesteld. Ik heb aanstoot genomen. Of andersom, je voelt je schuldig. Je voelt je een Jacob, een bedrieger. En je kunt niet in slaap vallen. Maar Jacob valt uiteindelijk in slaap. Hij valt in slaap. En in de grondtekst staat,
voor dit woordje in slaap vallen, hè. Opgeborgen zijn. In zijn ellende valt hij in slaap. Krijgt hij iets rond hem, een opgeborgen zijn. Ervaart hij iets. En hij valt in slaap. En in Psalm 127 staat... dat is een pelgrimslied van Salomon. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Het is allemaal te vergeefs geweest wat Jacob gedaan heeft. Dat eerst geboorterecht en de zegen, dat is allemaal te vergeefs. Hij heeft gezwoegd. Hij heeft zo zijn best gedaan om dat te verkrijgen en dat te hebben. Want dan zou hem rijk zijn, hè? Dan was zijn toekomst verzekerd, hè? En hoe sloven wij ons niet uit? Werken we. En werken we met onze ellebogen. En doen ons best. En gaan we ervoor. Hebben we alleen nog oog voor ons doel. Maar wat staat hier? Het is te vergeefs. Het is te vergeefs als je het niet met de Heer doet. Want wat doet de Heer? Hij geeft het zijn... In een oude vertaling staat, hij geeft het zijn beminden in de slaap. Het is weer weg, hè? Hij geeft het zijn beminden in de slaap. En dat is iets wat Jacob heeft mogen ondervinden. Hij krijgt iets in zijn slaap. Hij krijgt iets in zijn slaap. En dat is iets wat hij niet verdiend heeft, hè? Dat is genade. Iets wat God u geeft, wat je niet verdient, is genade. En hij krijgt een droom, hebben we juist gelezen. Hij krijgt een droom. En een droom is een boodschap. Een boodschap met een profetische inhoud. Hij kon iets zien en hij kon iets horen, hij kon iets voelen. Hij heeft het beleefd in zijn droom. Maar een droom krijgen, in de grondtekst staat daar ook weer, God maakt hem daar gezond. En ik dacht, maar dat is het, hè. Dat is het, hè. Wanneer ik zou rusten in hem en stoppen met zelf alles te bewerken. Zelf voor alles te willen zwoegen. Zelf alles te willen doen. Ik kan dat beter. Kent je dat? Ik doe dat, want ik kan dat beter. Daar blijven ze vanaf. Ik doe dat zelf, want ik kan dat beter. Maar als ik zou kunnen rusten in de Heer, dan zou hij mij een droom kunnen geven. Want in een droom maakt hij u en mij gezond. Maakt hij u beter. Vernieuwt hij uw denken. En dat is wat er hier gebeurt. Jacob krijgt een droom van God. En wat ziet hem? Een ladder. Hier staat... Ik heb deze woord ook al bij ons gebracht. En toen hadden we de aardbol op een mooie foto. En de hemel. En daar stond een ladder tussen. En dat is wat Jacob gezien heeft. Jacob zag een ladder. Nu, een ladder, dat is iets waar je opklimt en terug afgaat. Opklimt en hij zag ook engelen op en neer gaan. Maar een ladder betekent ook een weg omhoog en een gezang omhoog. Dat is wat we juist gedaan hebben, hè. We hebben juist daar juist voor de dienst begon, voor je gaat luisteren naar een woord, hebben wij een verbinding gemaakt tussen hemel en aarde. We hebben een ladder opgezet. Als jij lof prijst en je stem opheft en de Heere groot maakt, dan zet je een ladder op. Dat is een verbinding tussen hemel en aarde. Je maakt hem groot. Je legt verbinding tussen hemel en aarde. Hem prijzen en hem hoogachten. Het is een weg omhoog. Wanneer jij in de put zit, wil God u gezond maken. Wil hij u terug opnieuw verbinden. Wil hij een ladder uitzetten. En hoe word je terug gezond? Door u gedachten te vernieuwen. Niet de manier waarop ik of jij denkt het te moeten doen. De manier waarop Jacob dacht om het te moeten doen, was niet de juiste. En God wou hem in zijn droom vernieuwen. Geen listige plannen meer. Geen sluw gedrag meer. Geen heimelijkheden meer. Niet iets wat niet mocht gezien worden. Vernieuwing van denken. Hij zag engelen, boodschappers van God op en neer. Engelen zijn niet alleen boodschappers, maar zijn ook strijders, zijn ook beschermers. En dat is wat Jacob gezien heeft in zijn droom. De engelen. Maar wat zag hij nog? Hij zag de Heere staan. Hij zag de Heer daar staan. En in onze Bijbel staat de Heer met vier hoofdletters. Hè? H-E-E-R, met vier hoofdletters. En daar staat voor de grondtekst Yahweh. J-H-W-H. En weet je, elke keer als u en ik inadem, Yahweh, zeggen wij eigenlijk, jij bestaat. Want dat betekent Yahweh, hè.
Elke ademhaling van elke mens is een uitdrukking, is een proclamatie van de bestaande. Ja, wij probeer maar. In- en uitademen. Wij proclameren de bestaande. Dat betekent Yahweh. Ik ben er voor u. Jacob, de bedrieger. In zijn diepste moment. In zijn vuilste moment. In zijn laagste moment. Met zijn hoofd op een steen. Mocht ervaren dat de Yahweh, hij die hemel en aarde gemaakt heeft, dat hij bij hem kwam staan. U en ik. Wij mogen dat ervaren in uw diepste, in uw slechtste, in uw rotste moment. Dat je het niet meer ziet zitten. Als je alles verknoeid hebt. Als je geen toekomst meer ziet. En je denkt, nu zijn al mijn bruggen verbrand. Dan zet God een ladder neer. Dan maakt God verbinding tussen hemel en aarde. En hij wil u in uw slaap, wanneer hij u in zijn geborgenheid onder zijn vleugels neemt, dan wil hij u een droom geven. Hij wil u gezond maken en hij wil tegen u spreken. Want God kwam bij hem om iets te zeggen. Hij kwam bij hem om zijn denken te vernieuwen. En hij kwam zeggen, de beloftes die ik gedaan heb aan uw voorvaderen, aan Abraham en aan uw vader Isaac, die gelden ook voor u, Jacob. God kwam de belofte herhalen. Hij zei, mijn woord is ja en amen. Hè. Je moet niet denken, omdat jij het nu verprutst hebt, en jij ligt hier nu met je hoofd op die steen, dat mijn woord niet meer geldt. God legt hier een verbinding tussen hemel en aarde. En hij zegt, niet uw werken, Jacob, maar ik geef het u in uw slaap. Mijn beloftes zijn waar, ja en amen. En ik ga u beschermen. Ik ga u nooit alleen laten. Als jij daar ligt op uw keiharde steen en je denkt, nu sta ik er alleen voor, dan wil God bij u komen en zeggen, het is niet verloren. Ik kom u beschermen en ik ga u nooit alleen laten. Ik kom bij u. Hij hoorde de belofte. Heel persoonlijk. Niet meer tweedehands, niet meer derdehands, maar heel persoonlijk heeft Jacob de stem van God gehoord. En dat is wat Yahweh ook met u en mij wil doen. Hij wil niet dat u leeft uit tweedehands boodschappen. Want wat ik vandaag hier vertel, dat is tweedehands, hè? Ik heb dat gehoord van de Heer. En dat werkt in mijn leven. En ik mag dat doorgeven. Maar voor u is dat tweedehands, hè? En ik hoop dat het u stimuleert om te gaan lezen, om te gaan luisteren, om te gaan rusten in de geborgenheid van hem. En dat hij tegen u persoonlijk zijn beloftes mag vertellen. Persoonlijk tegen u mag zeggen, ik ben uw beschermer. Maak u niet druk aan, kalm, kalm. Ik ben uw beschermer. Je kunt het niet zelf. En ik ken uw naam allemaal niet, hè? Maar hij wil u tegen u persoonlijk zeggen, ik bescherm u. Dus laat dit een stimulans zijn. Dit is tweedehands. Ga erachteraan om het uit de eerste hand te horen. Uit zijn stem, uit zijn woord. Elke mens hier op aarde verlangt hiernaar. Wij zijn daarmee geboren. Wij zijn geboren met een verlangen in ons hart om verbinding te hebben met onze schepper en onze maker. De enige die u kan liefhebben, onvoorwaardelijk, volkomen, zonder einde. Daar zijn we voor gemaakt, om die verbinding te hebben. Maar we hebben allemaal gezondigd. En we zijn allemaal op een of andere manier zoals Jacob en Esau. Twee verschillende mensen, maar alle twee gefaald. Wij, deze zaal hier, allemaal verschillende mensen. Maar we hebben het allemaal al gevoeld. Teleurstelling, aanstoot en afwijzing. En we zijn allemaal ook schuldig daaraan. En ons hart klopt om verbinding te maken met hem. En dan zegt God in zijn genade, in zijn onuitsprekelijke genade, vanuit zijn onuitputtelijke liefde voor u, maak ik verbinding. Ik geef u de Zoon. Ik stuur u de Zoon, de boodschapper, de beschermer,
Degene die het hier gaat komen fixen in uw plaats. Waar jij uw geborgenheid in vindt. En hij die in u wil komen wonen met zijn geest om u te vernieuwen in uw denken. Om u te bekrachtigen. Om u nooit meer alleen te laten. Dus we moeten er zelf niet voor werken. Voor het gat in uw hart op te vullen. Dat wil God zelf doen. We moeten zelf niet op jacht gaan. En opgejaagd worden, zoals Esau. God wil het u geven in uw slaap. Hij heeft een plan. En hij heeft een strategie. En wat daarvoor nodig is, geloof. Geloof wat hij zegt. Nu, Jacob wordt wakker. En wakker worden, dat betekent hij wordt actief. Want hij blijft niet dromen. Hè? Hij blijft daar niet liggen met zijn hoofd op die steen. Jacob wordt wakker. Dat staat eigenlijk, hij wordt actief. Hij blijft niet liggen. Hij wordt actief. Zijn denken is vernieuwd. Hij is gezond gemaakt. Hij zit niet meer in de put. Hij zit niet langer in de put. Hij is niet langer bang of angstig. Hij is niet langer afgunstig. Maar hoe moet het nu verder? Hoe moet het nu verder? Waar moet hem nu naartoe? Moet hem op huizenjacht? We hebben pas een huis gekocht. Ik weet wat dat betekent. Hè? Jacob had geen huis meer. Hè? Hij had geen tent meer. Hè? Moest hem nu op huizenjacht? God zou hem leiden. God zou hem naar de plek brengen waar hij thuis hoorde. Maar op dat moment beseft hij. In vers 16 staat, dit is zeker de plaats waar de Heere is. En ik heb het niet beseft, zei hem. Ik heb het niet beseft. Hoe dikwijls moeten wij toegeven, ik heb het eigenlijk niet beseft. Dit is de plek waar God is, hè. Hier, deze kerk, deze gemeenschap van mensen. God is hier, hè. En beseffen wij dat? We gaan er soms heel licht mee om, eigenlijk Esau, hè. Maar beseffen we dat? Maar nog meer, als u Jezus aangenomen hebt als uw redder en uw verlosser. Als jij gelooft dat hij op het kruis uw schuld betaald heeft en u vrijgemaakt heeft, dan komt hij met zijn geest in u wonen. Dan bent u de tempel. En beseffen wij dat? Jacob gaf toe. God is hier en ik heb het niet beseft. Ik heb daar eigenlijk aan getwijfeld, want ik heb het allemaal zelf willen doen. Beseffen wij dat? Ik moet toegeven, ik besef dat niet altijd. Ik ga daar heel nonchalant soms mee om. Voor mij is dat een vanzelfsprekendheid geworden, waar ik soms niet meer te goed van besef hoe kostbaar, hoe speciaal dat is. In februari heeft het nog zo'n een paar dagen heel hard gevroren. Hè. Zo heel plots stonden wij 's morgens op een zondagmorgen, en we wouden naar de kerk vertrekken en alles was bevroren. En onze auto, ja, die staat buiten. We konden niet vertrekken. Dus Patrick naar buiten, want wij moeten altijd vroeg in de dienst zijn, met zijn gitaar en zijn versterker. En hij gaat de auto al een beetje laten opwarmen, dat we op tijd kunnen vertrekken. En hij komt terug binnen en hij zegt, ja, de auto start niet. Ik zeg, hoe, de auto start niet? Ja, dat is misschien door de kou en door de vries. Oké, wij alles inladen in de camionet, met de camionet naar de dienst. We komen thuis. Het had gedooid. Hij gaat opnieuw proberen. Hij krijgt de auto niet in gang. 'S avonds nog eens proberen, je krijgt een auto niet in gang. Maandagmorgen heb ik de auto nodig, ik ga proberen. Nee, Patrick gaat proberen voordat hij naar het werk rijdt. En hij zegt, ik moest ergens naartoe. En hij zegt, ik zal eens gaan proberen. Hè. De auto niet in gang. Ik zeg, oh, ik had Annel gebeld. Dinsdagmorgen opnieuw, hè, gaat Patrick de auto proberen. Die start niks. Ik zeg, ja, nu moeten we wel iets gaan ondernemen. Hè. Die auto blijft hier niet aan de deur staan terwijl hij niet rijdt. Hè. Ik ga ook nog eens proberen. En die start direct. Ik zeg, Patrick, die auto die start toch? En hij gaat meekijken. Patrick was in de auto gaan zitten. En we hebben een automatiek. We moeten niet eerst de embrayage induwen en de sleutel insteken. Je moet gewoon op een knop duwen. Weet je wat hem nu gedaan had? Hij had op de knop van de radio altijd geduwd. Dat is dezelfde knop, maar die staat ergens anders. Nu, dus die heeft 3-4 keer de auto willen starten, de pedaal ingeduwd en op de radio geduwd. Natuurlijk dat de lichtjes aangaan, maar dat de auto niet start. Weet je wat? Ik moest direct denken, wij duwen soms op de verkeerde knop. Wij krijgen van God een automatiek.
We moeten gewoon instappen en op de juiste knop duwen. En wat doen we? We drukken op de radio in plaats van op de startknop. Maar hij woont in ons en hij wil het in ons doen en door ons doen en met ons doen. En wij duwen op de verkeerde knop en we willen het zelf doen. En we stappen uit en we pakken een andere auto, want deze bolt niet. Maar God zegt, maar ik heb u alles gegeven. Ik woon in u. Dit is het huis. Maar je beseft het niet. En zo werkt dat in ons leven. We beseffen het niet altijd. En op het moment dat Jacob het beseft, krijgt hij opnieuw... Komt hij in actie, staat er. Hij wordt wakker. Hij wordt wakker. En wij moeten wakker worden. We moeten beseffen wie we zijn. We zijn hier nog omdat God in ons woont, omdat hij hier op aarde het verschil wil maken. Door u. Door je, met u. En beseffen wij dat. Een eerbied vervulde Jacob. Jacob pakt die steen, hè, waar hem eerst een hoofd had opgelegd. Hè. Hij pakt die en zet die recht en hij giet daar olie op, want hij wil een merkteken zetten. Zo van, hier op deze plek zijn mijn ogen opengegaan. Hier op deze plek waar ik met mijn hoofd op de keiharde realiteit lag, hè, zet ik die steen rechtop en ik giet daar olie over. Als een teken van, hier is iets gebeurd in mij en met mij. Want ja, wij, de bestaande, heeft mij bezocht. Er is een verbinding tussen de hemel en aarde, wat ik ook gedaan heb. Wat u ook gedaan hebt in het verleden. Welke rugzak u ook draagt. Wat ze u ook aangedaan hebben. Er is verbinding tussen de hemel en aarde, dankzij Jezus Christus. Hij zet die steen op en hij doet een belofte. En het is nog eigenlijk heel voorwaardelijk wat Jacob belooft aan God. Hij zegt, als jij dit en als jij dat... Hij kende God nog niet echt persoonlijk. En zo zijn wij ook. Hoe beter je hem leert kennen, hoe minder voorwaarden je stelt. Hoe vrijer je bent, hoe meer je kunt zeggen, God, doe maar, hier ben ik. Hier ben ik. Gebruik mij. Als ik de tempel ben van uw Heilige Geest, hier ben ik. Doe het maar door mij. Ik geef alles af. Ik geef mijn tijd, ik geef mijn geld, ik geef mijn materiaal, ik geef mijn leven, ik geef mijn lichaam, ik geef mijn gezin, ik geef mijn familie, ik geef mijn toekomst, ik laat mijn verleden achter. Ik geef me helemaal. En dat is wat God wil doen met u. Met u allemaal persoonlijk, want u bent allemaal uniek. En hij kan alleen dat doen in u wat hij met niemand anders kan doen. En daarvoor heeft hij u nodig. En hij heeft u graag. Hij heeft u graag, want in uw ellende heeft hij verbinding gemaakt tussen hemel en aarde. En weet hoe dat dan noemt? Genade. Genade. Onverdiende gunst. Hij wil u heel maken. Hij wil u herstellen. Hij wil u gezond maken. Om bruikbaar te zijn in zijn koninkrijk. Nu, u en ik, we zijn broers en zussen van elkaar. We zijn broers en zussen van elkaar. We zijn geestelijke broers en zussen van elkaar. En van de schoot af aan, van toen we nog in onze moederschoot zaten, heeft God al bepaald welke taak en welke vervulling we mochten innemen, welke plek we mochten innemen in zijn familie hier op aarde. In het plan dat hij heeft met uw leven. Zonder jaloers te worden op elkaar. Zonder het deksel van de blokkendoos te willen afpakken van die ander. Zonder elkaar af te wijzen. Want je bent uniek. Je moet elkaar niet benijden om wat die ander heeft. Want aanstoot geven of aanstoot voelen of teleurstelling voelen of iemand teleurstellen of afwijzing voelen of iemand afwijzen, dat zijn pijlen van de vijand. Daarmee wil hij dat wij spelen met die drie pijlen om elkaar af te maken. Zodat de eenheid onderling verbroken wordt. Zodat we elkaar gaan neerleggen. In plaats van met elkaar gaan samenwerken en een eenheid vormen. Dat zijn pijlen van de duivel. En hoe sneller je dat gaat beseffen, zoals Jacob dat beseft. Jacob heeft het beseft toen hij gans alleen overschoot. En ik hoop voor u en mij dat het zover niet moet komen. Dat je het pas beseft dat je elkaar nodig hebt. Dat je het nu al beseft dat je elkaar nodig hebt. En dat het niet moet zijn wanneer je daarachter op een steen ligt, gans alleen. Dat je het nu beseft. De verbinding tussen hemel en aarde. En God komt u tegemoet. Hij komt u tegemoet op uw vluchtweg. Hij heeft een droom voor u en hij heeft een droom voor mij.
Hij heeft een droom voor City Life Church Leuven. En daar heeft hij u allemaal voor nodig. En als broers en zussen moeten dan niet jaloers zijn op elkaar. Moeten elkaar daarin niet benijden. Want iemand heeft een mooi talent wat misschien heel duidelijk wordt. Maar iemand anders heeft een talent wat niet gezien wordt. En iemand anders gaat graag op jacht en hij komt thuis met een hert. Maar iemand anders die kookt, die staat misschien uren achter de kastrollen, wat niet gezien wordt. Dus wees niet jaloers op elkaar, maar til elkaar op. In Efeze 2, vers 4 staat wie wij zijn en wat wij niet moeten doen en wat we wel mogen doen. Efeze 2. Ik ga het zelf uit mijn Bijbel lezen. Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij allen dood waren, door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. En zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. En deze redding dankt u niet aan uzelf, het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan, want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Het is genade op genade. Wie u mag zijn, hoe verschillend u mag zijn, hoe anders u mag zijn, een Jacob of een Esau, u mag verschillend zijn en God wil door u iets doen. En dit is het wat wij mogen leren, want zijn geest woont in ons. En zijn geest zal ons nooit meer verlaten. Zal ons nooit meer in de steek laten. Hij zal ons altijd willen bekrachtigen. Hij zal ons altijd willen troosten en wijsheid geven en leiding geven. Bij de hand nemen, ons oprichten. En wanneer we slapen, mogen we weten, wanneer we stikkapot zijn van het werk, mogen we weten, ik mag geborgen zijn in hem. Ik mag mijn rust vinden in hem. En hij gaat in een droom u gezond maken. Hij gaat tegen u spreken door zijn woord, door de prediking, maar door de persoonlijke inleving van zijn geest wil hij u gezond maken, wil hij u herstellen. En dat mogen we leren, zoals Jacob onderweg was. In Bethel kende Jacob God nog niet te goed. God was bij hem gekomen met zijn woord, maar hij kende God nog niet te goed. Jacob had nog voorwaardes. Hij zei, als je dit en dit en dat doet, dan geef ik u dat en dat. Dan ga ik u geloven, hè. Maar 20 jaar later heeft God Jacob zijn naam veranderd. En de naam die zijn ouders gegeven hadden was bedrieger. Maar Jacob is op weg gegaan. En hij heeft dit geleerd, genade. Hij heeft geleerd van, het is niet wat ik doe. Het is niet wat ik bedenk. Maar het is God die het in mij wil doen. En hij is op weg gegaan en heeft 20 jaar... op weg geweest met God. Hij heeft veel, veel meegemaakt. Lees maar. Ik daag u uit. Lees het in Gods woord. En God verandert zijn naam. Van Jacob naar Israël. Want God zegt, je hebt gestreden met mensen en met God. En je hebt overwonnen. Wat een verschil. God die de verbinding legde tussen hemel en aarde in zijn diepste punt, tilt hem op. Heeft hem gezond gemaakt van binnenuit. Heeft zijn denken vernieuwd. En Jacob is gaan leren vertrouwen op de God van het universum. Op zijn persoonlijke redder en heiland. En dat mogen u en ik beseffen en leren. God geeft u de tijd. God jaagt u niet op. Jezus wandelt met u. Jezus wandelt voor u. Niet achter u met de zweep. Hij wandelt voor u. En je mocht volgen. En de Heilige Geest is in u. God jaagt u niet op. Je krijgt de tijd. Je mag naar hem luisteren. Je mag u neerleggen. Je mag alles loslaten. Je mag u vrij voelen. Je mag transparant zijn. Want hij kent u.
En hij heeft u lief. Ondanks. Hij heeft u zo lief. Hij wil zo graag dat jij zijn liefde omarmt en hem toelaat te snijden daar waar het nodig is. Beseffen we dat? Ik vraag het nog eens. Beseffen we dat? Wat een genade. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, we hebben een stempel gekregen met het eigendomsbewijs dat wij van hem zijn. Als u uw leven in de handen van de redder gelegd hebt en je zegt, oké, ik geef mij over. Ik kan mijn eigen niet redden. Ik heb er een puinhoop van gemaakt en ik zie de toekomst, ik zie het niet zitten. Maar ik leg mijn leven in zijn handen. Hij die voor mij gestorven is en terug opgestaan is. Hij die zit aan de rechterhand van de Vader, is mijn redder en mijn heiland, mijn herder, die voor mij zorgt. Dan bent u verzegeld. Want Jezus' bloed is de prijs geweest om u te kopen. Om u terug te kopen van de vijand. En dan krijg je een stempel. Niet een stempel van bedrieger, maar een stempel van mijn kind. Mijn geliefde. Ik hou van u. En ik laat u nooit meer alleen. Ik had nog één vers die ik graag met jullie wou lezen. Nee, nog twee. Efeze 2, vers 17. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdeling of gast meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Als er een steen is waar gij uw hoofd op legt, leg uw hoofd dan op de hoeksteen. Vertrouw op hem. We moeten allemaal op tijd en stond rusten, hè? Ik hoop dat je dat doet. Dat je je rust pakt met je hoofd op de hoeksteen, op Jezus, uw redder. En zo kunt u aansluiten in het bouwwerk van zijn gemeente, van zijn kerk, van zijn lichaam. U die hier zit, misschien bent u op de vlucht, net als Jacob. Misschien bent u op de vlucht voor mensen. Misschien zijn er mensen in uw leven waarvan u denkt, als die daar is, ga ik niet. Of als die tegen mij iets wil zeggen, dan ga ik een hoekje rond. Of als ik die tegenkom in de straat, dan draai ik mij om. Misschien bent u op de vlucht voor mensen die u pijn gedaan hebben. Misschien bent u op de vlucht voor God. Voor mensen kunt u vluchten, maar voor God niet. God zij dank. Voor God kunt u niet vluchten. Hij ziet u altijd en hij houdt altijd van u. Ondanks, het zijn alleen wij die hem afhouden. Maar hij heeft de verbinding gemaakt tussen hemel en aarde. Misschien bent u een slachtoffer van bedrog. En bent u enorm teleurgesteld. Dan is er maar één plek waar u naartoe kunt. Dat is uw hemelse Vader. Dat is de Zoon. En dat is de Heilige Geest. Hij alleen kan u troosten. En ik wil eindigen met een gebed dat Paulus bad voor de Efeziërs. En daarmee wil ik jullie zegenen. Daarmee wil ik jullie wijzen op Bethel, het huis van God. Dat is hier, maar dat bent u. Beseffen we dat? Efeze 3. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof in Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde,
dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan Hem die door de kracht die in ons werk bij machte is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Amen. God zegen.